Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar de nieuwe vlog. Het is vandaag 21 juli. Dat betekent dat ik over een maand jarig ben. We zijn in Italië en we gaan zo naar een marktje toe. Het is nu 9 uur, dus we gaan er zo naartoe rijden. Want je moet er best al vroeg zijn, omdat het anders best wel druk is en eigenlijk de markt maar tot 1 uur is. Dus daar gaan we zo naartoe en daar zien jullie straks ook nog leuke beelden van. En ja, dit is mijn outfit voor vandaag. Ik dacht een beetje simpel, want het is hier 35 graden, dus best wel warm. En ja, dus ik dacht ik trek dit aan, want dit is wel gewoon een beetje cool. We gaan nu onderweg naar het marktje. We hebben net gegeten. Dit is trouwens mijn zusje. Hoi! We hebben de auto net geparkeerd en we zijn nu onderweg naar het marktje. Met Adela. En ja, ik weet niet. Altijd als ik vlog op straat vind ik het best wel spannend. Omdat ik net pas vlog en dan kijken mensen me echt zo aan en dan denk ik echt van... Huh. Maar ja, eigenlijk moet ik daar gewoon scheid aan hebben, want dan wordt de vlog wel leuker. Maar ja, dus we zijn nu dus onderweg. En ja, we gaan er wel even een leuke ochtend van maken. Toch? Ja. Oh, sorry. Nee, hier achteruit. We zijn op het marktje en het is erg gezellig, maar wel heel erg druk. En er zijn echt hele leuke kraampjes, dus we gaan zo weer even verder kijken. We staan nu bij een kraampje met kleding. Op zich niet echt wat voor mij, maar meer voor mijn moeder. Maar het is op zich wel echt een heel leuk marktje. We zijn even wat eten halen, want het was een beetje heet en we kregen allemaal honger. Het is eigenlijk best wel veel te heet om nu op een marktje te lopen, want... Ja, er is bijna geen schaduw, dus daarom gaan we nu even eten halen en wat drinken. En ja, dat gaan we zo even opeten. En daarna gaan we denk ik weer naar het hotel, want het is echt warm en het is gewoon lekker zwemmen. Ik heb een broodje gehaald en mijn ouders en mijn zus hebben een koringbroodje gehaald. Dus die gaan we nu even lekker eten. We gaan nu terug naar huis, want het was echt heel erg warm op de markt. Dus we zijn allemaal wel echt heel erg moe. Ik heb een paar leuke dingen gekocht, die laat ik straks wel even zien. Maar het was op zich wel best een leuk marktje, toch? Alleen het was eigenlijk wel veel te heet. Dus we moesten dit eigenlijk beter doen op een dag dat het eigenlijk niet zo heel warm was. Maar het was wel gezellig en er waren leuke dingetjes. Op de markt had je veel tassen en veel kleren. Maar ook heel veel armbandjes. En dat je, ja, veel gewoon rommeldingetjes. Maar het was op zich wel leuk. En sorry voor het licht, maar we staan nu in de garage en ik wou toch even vloggen. Dus daarom is het een beetje donker. We zijn nu bij Francesco Restaurante en daar gaan we lekker een Italiaans ijsje scoren. Want we zijn heel erg moe en hebben het warm. Dus we dachten, laten we een ijsje halen. Dus dat gaan we nu even doen. En gisteren was ik er ook al met mijn vader, maar toen was het een beetje dicht. Dus nu gaan we even kijken of hij open is. We hebben dus even ijsjes gehaald. Ik heb stracciatella en limoen. Mijn zusje heeft aardbei en kers. En mijn moeder heeft limoen en aardbei. Dus we gaan ze nu even proeven, maar ik denk wel dat het lekker is. We zijn weer in ons huisje en de ijsjes waren erg lekker. We gaan zo meteen zwemmen, want het is echt... heel erg warm. En ja, het is heel erg warm, dus we gaan zo even zwemmen. Oh, ik ben echt heel erg moe. Want ja, het was best wel veel. Maar ja. Dus ik ga nu even mijn bikini en alles pakken. En dan kunnen we gaan zwemmen. Ik al had gezegd, hadden we een paar leuke dingetjes gekocht. Ik heb voor mezelf dit armbandje gehaald. Het is met zo'n leuk handje. En ik vond het wel erg leuk. En heb ik een souvenirtje gehaald. Er staat I love Italia op. En daar heb ik 3 bandjes van gehaald. Heb ik nog voor mezelf een lippen gehaald. Hij blijft erg goed zitten en het is een erg mooie roze kleur. Hij was ook niet zo duur. Dus dat vond ik wel erg leuk. Dat was eigenlijk wat ik gehaald had op de markt. Ja, om te zwemmen, dus dat gaan we zo ook even doen. We gaan wel nog eerst even wat drinken, want ja, vanwege het weer, het is nogal koud. En dan is het gewoon goed om veel te drinken. Dus dat gaan we zo eerst nog even doen. En daarna gaan we zwemmen. Al een tijdje terug van het zwemmen. Ik heb mijn make-up even gedaan. Dit is die nieuwe lippen die ik had gekocht.
Dus ik vind het echt een hele mooie kleur. Het is een beetje rood berry-achtig en daar hou ik echt heel erg veel van. Ik ga zo even deze outfit filmen, outfit of the week. En die komt denk ik volgende week online of misschien ook nog wel deze week. Dat kijk ik nog wel, dus ik hoop dat jullie die video ook leuk vinden. Het zo dus even filmen. Als we daarmee klaar zijn, dan gaan we eten, want het is al best wel laat. Ik zal eens even kijken hoe laat het is. Ja, het is al bijna 5 uur dus. En we hebben echt iets van 4 uur lang gezwommen. Dus dat is best wel lang. Maar mijn zusje en ik kunnen best wel lang zwemmen, want wij zijn echt van die watermensen. Dat wij echt gewoon wel de hele dag lang kunnen zwemmen. En ik heb nu ook al best wel een kleurtje gekregen waar ik best wel blij mee ben. Want ik vind het wel leuk om gewoon een beetje bruin te zijn. Dus ja, moeder is net terug. Dus we gaan nu filmen. En dan zien jullie het eindresultaat deze week denk ik nog wel. Klaar met het filmen van de outfit. En we gaan zo even eten. Het is super warm. En ik denk dat ik ook een beetje verbrand ben hier. Maar dat komt denk ik door net. Want ik had geen zonnebrand opgedaan. Echt dom. En vanavond eten we wraps. Maar het kwam toch iets anders uit dan we dachten. Want de kip is niet echt kip. En de wraps zijn niet echt wraps. Maar het wordt vast wel lekker. Ik ga nu alvast deze video bewerken. En ook al een stukje van de outfit of the week. Ik heb ook wat leuke foto's gemaakt. En die zet ik anders misschien nog wel op Insta. Mijn Insta is trouwens alrodriguez_. Jullie kunnen me gewoon volgen. Na het eten was ik vergeten te vloggen. Ik heb de video nog een beetje bewerkt. En zijn we naar het zwembad gegaan voor wifi. Want je hebt hier op het park best wel slechte wifi, jammer genoeg. En nu gaan we een film kijken, want buiten is het veel te warm. En hier hebben we airco, dus gaan we een film kijken. Hoi allemaal, ik heb Osiris' vlogcamera even gepakt. Nou, dat weet ze niet. Osiris is nu in de badkamer. We zijn ons aan het klaarmaken om te gaan slapen. Het was een super leuke dag vandaag. Ik ga zo meteen slapen en Asira gaat denk ik nog eens video monteren. Tot 12 uur en ik ben best wel moe, dus ik ga zo slapen. Dag! Oh ja, en vergeet niet het duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. En als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren op Asira haar kanaal. Kijk ook even haar andere video's. Nu ga ik echt. Dag!